We zijn hier in Heerlen en Amplement Heerlen, daar rijden 10 dagen lang geen treinen. En dat is omdat er 2 projecten worden uitgevoerd. 1 project van collega Stefan Sanders, die is spoor aan het vernieuwen. En wij van het project Heerlen Maankwartier, wij gaan hier de liggers van de plaat, de toekomstige plaat leggen. Die dient als fundering voor stations en kantoorgebouwen, een stukje hotel. Wat je nu kunt zien, hè, dat zijn 3 overspanningen over de sporen heen. En iedere overspanning, dat zijn ongeveer 46 liggers die daar overheen komen te liggen van ruim 1 meter breed. Zodat er straks, als dat 1 grote betonnen plaat wordt, een oppervlakte heeft van zo'n 60 bij 50 meter. Eén keer in de 50 jaar wordt het spoor compleet vernieuwd. Het is een noodzakelijke vernieuwing. Het is een vrij complexe vernieuwing. Het heeft met name waarom hij zo complex is. Het is zijn 5 wisselcomplexen die uiteindelijk tot 1 groot geheel aan elkaar moeten komen. Dus het is een vernieuwing van 25 stuks wissels die uiteindelijk op een zeer nauwkeurige wijze tot 1 bij elkaar aangebracht geheel moeten worden.